het eerst dat ik eventjes vrij ben. Een paar weken binnen gezeten en ja, het zit al bijna 5 weken huisarresten. Ja, hallo. En nu, vandaag, voor het eerst in een week, veel hoeveel tijd, even de deur uit. Diep de piep. Ik voel me echt een gevangen hoor, die even gelucht wordt. Ja, dat is hem. Uitstappen geblazen, ja. Zo. Ja. Kijk, in Nederland zegt wel geen mondkapjes. Maar hier wel hoor. Hier, kijk maar achter me. Zie je hem? Hier, een mondkapje, hè? Zie je hem zo? Ja. Allemaal mondkapje hier hoor. Hier wordt echt niet. Er wordt echt niet geduld hier. Maar goed, je moet wel je handen even schoonmaken. Dus dat ga ik wel even doen. Op je hand doen. Hup. En dan moet je even zo. Kijk, en dan moet je zo even met je handen. Moet je dit even doen zo hier, als je binnenkomt. En let op, hè, overal gewoon toch die mondkapjes hoor. Haha, ja, moet je opletten. Goed opletten. Achter me, zag je hem? Zie je hem? Daar, dat is dus weer eentje, ja. Mondkapjes, ja. Nederland zegt het hoeft niet, maar hier in Spanje denken ze daar toch heel anders over hoor. Hier weer eentje, komt er eentje, mijn vrouw komt langs, hè. Let op, hè. Komt ze langs. Zag je dat? Mondkapje. Ja. Mijn vrouw die was dus zeg maar 5-6 weken geleden was ze jarig. En dat was op een donderdag. En sindsdien vieren we dus elke donderdag haar verjaardag. En dat doen we vandaag ook weer natuurlijk. En dan, ja, normaal gaan we dan uit eten. Ja, dan zeg ik van nou. We vieren weer een verjaardag en dan gaan we uit eten. Maar dat kan dus nu niet, want al die restaurants zijn dicht. Dus dan doen we het nu als volgt. Dan eten we sushi. Dat is het enige wat we kunnen doen in deze periode. En dat, kijk, dat staat hier. Kijk, hier. Kijk, dat heb je hier. Om sushi. Sushi. Kijk, die ga ik dan kopen. En die gaan we dan thuis opeten. Om weer haar verjaardag te vieren. Nou, en daar doen we dan een flesje wijn bij. We hadden ook niet de lulligste wijn. Dus die ga ik zoeken. Kijk, nou, en dan heb ik even een probleem met die gozer hier achter me. Want ja, daar moet 1,5 meter tussen natuurlijk. Kijk, hij ook. Hij loopt weg. Kijk, daar. Hij loopt weg van mij. Maar ja, hij staat daar. En hoe moet dat nou met die 1,5 meter? Ja, ja. Kijk, als ik er langs ga lopen. Kijk, daar. Als ik daar langs ga lopen, ja, dan zit ik bovenop hem, dus ik moet op hem wachten. Dus we krijgen hier even een parkeerstand. Kijk, want hij achter me blijft ook bij mij uit de buurt, kijk. Kijk, en hij staat flessen wijn te studeren, ja, dus dat gaat even duren hier. Ja. Nou, oké, okay, hij gaat weer. Ja, hij gaat weer. Hij gaat weer door. Nou, dan kan ik ook weer door. Nou, dit lijkt me wel wat, ja. Een goede opening, joh. Zo, weer klaar. Ja, op naar huis. Verjaardag vieren van mijn vrouw. Ja, hey, elke week moet je ook doen.